En dan punt 729. Niemand mag meer de wasbeer eten geven die onder de groenteafdeling woont. Meneer Grumpy, wie gaat zijn appeltjes snijden dan? Hoe gaat hij overleven? Zielig. Guys, ik moet jullie wat vertellen. Ik heb een vriendin. Je rechterhand telt niet, hè? Of je flashlight. Nee, je moeder ook niet. Kom maar joh, wel 1-1-2! Wat? Nee, dat kan niet. We hebben nog steeds een verbod van die ene keer dat je je broek niet dicht kreeg. We worden overvallen! Dat zijn geen inbrekers. Dat is de inspectie. Goeie. Shit, oké, luister. Niemand praat, ja? Mond dicht. We verzamelen harddrive. Verwijder alle Telegram, je WhatsApp-gesprekken. Ja, hij moet weg! Gewoon weg! Okay. Just looking at a squad, saying, oh my god. Peace on these guys, my D drop, yeah. Oh my god. 100 bitches looking at a squad, saying, wie van jullie is de leidinggevende? Zij. Ja, dit gaat niet zomaar, hè? Is gewoon willekeurige inspectie, mevrouw. Maar als u geheim heeft, dan komen wij erachter. Deze ook, chef. Moeilijk te zeggen. Lijkt me een mixje. Wat? Neem de andere mee. Ja, neem er mee. Hey! Ik heb niks gedaan! Yo, ik heb een gedampie! Hoe zal ik maar? Maak jij stuk van me! Wat is dit? Rimon! Wat voor een naam is dat eigenlijk? En klopt het dat je verdachte bent geweest van diefstal in deze winkel? Wat? En beschuldigd werd van moord op een collega? Jet. En waarom heb je onlangs al je spaargeld opgenomen? Waarom verlicht ik het naar Marbel, ja? Weet je wat het is, meneer? Ik word gezocht door een paar gevaarlijke mensen. Ze willen me dood. Ik kan niet eens meer naar buiten. Ik kan geen boodschappen doen voor mijn moeder. Echt waar? Tuurlijk niet, pannenkoek. I have no time for this Mickey Mouse bullshit. Hey, het spaart me, meneer. Het spaart me. Oh, jullie kunnen dit toch niet zomaar doen? Jaylee. Wilde jij niet ooit rechten studeren? Oeps. Waarom heb ook jij een vliegticket gekocht naar Marbella? Nou, weet u dat? En hoe komt het dat je 45 klachten hebt gekregen wegens het zijn van een zeikwijf? Wat? Oeps, die waren nog van mij. Is dat waarom jullie hier zijn? Gerda, wat heb je gedaan? Oké, stop met smeken. Ik geef het al toe. Gadverdamme. Midden in het gangpad? Maar waar komen jullie dan wel voor? Jeez, what the fuck? Klopt het dat je schuldig bent aan het zijn van een dark skin? Wat? Hey, ik voel me bedreigd. Wat? Is het goed zo? Ik wilde even checken of deze beschuldigingen kloppen. Bedreiging met de dood van een vlogger. Producten van de vloer likken. Overdaad om melk atten. En nog 17 andere overtredingen van hygiënische voorschriften. Helemaal goed. Je mag gaan. We hebben grondig onderzoek gedaan en niet één voorschrift gevonden waaraan dit establishment al voldoet. Maar, omdat uit de boeken blijkt dat dit pand verkocht en gerenoveerd gaat worden, keuren we jullie bij uitzondering goed. Wacht, wat? Wat voor is dit? Code Amalia. Ik herhaal. Code Amalia. Hey, schat. Hallo.
burgers. Ik zei toch dat ik een vriendin had? Kom, we gaan. Yo, wacht even. Laat me mee joinen dan. Ik wil een selfie. Mag ik je nummer? Is het waar wat ze zeiden? Gaan ze de supermarkt verkopen? Hm? Ja, man. We staan op straat. You don't know me just cause you met me. Racial profiles, man had plenty. I had white dad saying Romeo, your mustache, cause I kicked it with a nigga like Jet Li.